De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die het voor gemeentes mogelijk maakt om voor organisaties als sportclubs, wijkcentra, speeltuinen en scoutings een lager OZB-tarief te hanteren. D66 wil weten hoe de wethouder tegen deze mogelijkheid aankijkt. Ik sprak hierover met raadslid Sjoerd Dijk. Dat amendement houdt in dat gemeenten ervoor kunnen kiezen om voor verenigingen een ander tarief te hanteren. Verenigingen zoals bijvoorbeeld muziekverenigingen, de scouting of een sportvereniging, zoals bijvoorbeeld de skatehal die we hier in Arnhem hebben. En waarom vindt u dat interessant om dat te gaan doen? Nou, het zal u geen verbazing wekken dat eigenlijk elke vereniging wel moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Als zij een lage OZB-tarief moeten betalen dan nu, dan kan dat ruimte geven. En we willen kijken of het college dat kan onderzoeken. Maar dat zal voor een vereniging misschien verschillen? Of bent u er voorstander van om al die verenigingen die compensatie te gaan geven? Nou, sowieso verenigingen die echt iets doen voor het sociaal belang van onze stad, daar gaat het ons in eerste instantie om. Waarom heeft u precies dit amendement nodig? Want ja, u kunt dat nu dan compenseren met OZB-tarief. Maar als verenigingen het nu moeilijk hebben, dan kan u natuurlijk ook al bijstaan met subsidie. Dus ja, is dat niet een beetje vestzak broekzak uiteindelijk dan? Het zijn verschillende systematieken. Ik heb het college ook gevraagd om inzichtelijk te maken of dit een mogelijkheid is waarmee we meters kunnen maken. Wij hebben het idee van wel, maar we zien graag de voorstellen van het college tegemoet. Heeft u verder ook nog, noemde de skate al, maar nog andere instellingen op dit moment in gedachten? En zegt van nou, daar zou dit heel geschikt voor kunnen zijn? Ja, ik denk bijvoorbeeld aan een scouting of een muziekvereniging of andere sportverenigingen zoals voetbalclubs, korfbalclubs. Ja, ik kan een opsomming geven en dan staan we hier nog een paar uur. Maar er zijn genoeg verenigingen te bedenken die dat... Nou kost het eigenlijk natuurlijk wel geld, of in ieder geval het scheelt inkomsten, hè, want de gemeente krijgt dan minder geld binnen. Ja, dat zal wel ergens van betaald moeten worden. Heeft u daar een idee bij? Nou, ik denk dat zoals we dat eigenlijk met alle voorstellen doen, dat we het college vragen om in eerste instantie met een voorstel te komen. We zullen dat sowieso in onze totale begroting een plek moeten geven. En ik denk dat we daar heel goed in staat zijn als raad om daar een goede afweging te maken tussen de ene post waar het naartoe zou kunnen gaan of naar deze verenigingen. Nu hoor ik van de wethouder eigenlijk van nou, op korte termijn hoeven we daar nog niet op te rekenen. Dus de buurthuizen en clubs, voetbalclubs in deze regio moeten zich niet op korte termijn rijk rekenen. Ik heb dat antwoord inderdaad ook gehoord. Ik heb toen ook de wethouder voorgehouden dat tussentijds, wat volgens mij de verordening echt kan worden aangepast. Daar ben ik van overtuigd. De wethouder had daar andere informatie over. Ik weet zeker dat hij dat uit gaat zoeken. En als het sneller kan, bijvoorbeeld halverwege het jaar, dan kunnen we eventueel ook als dat nodig is de begroting daarop aanpassen. En wederom, daar is het college voor aan zet. Wat vond u verder van de beantwoording van de wethouder, hoe die tegenover dit voorstel staat? Nou, hij had een positieve grondhouding en dat vond ik wel heel prettig om te zien. Dat heel erg prettig. Ja. Dus gaat vanuit dat u samen met het college uitgekomen om hier ook invulling aan te gaan geven? Absoluut. En ik zal af en toe nog eens vragen of hoe de voortgang is. Hopelijk kunnen we het dan voor de zomer regelen.